Maar hey Lau, even een vraag. Hoe vind je deze trouwens? Ja, wauw. Top, helemaal huis. Ja, daarom juist. Dat is allemaal zo fijn, hè? Ja. Ik wil hem wat uitleggen over de autosleutel. Een hele goede morgen allemaal. Welkom weer bij deze gloednieuwe vlog. Ja, wij zijn Karin en Roderick, Roderick en Karin. Hoe toevallig zijn we dat nog steeds? Ja, hey. En nee, we gaan niet uit elkaar, helemaal niks. We gaan niet scheiden. We houden nog steeds van elkaar. Hey, dat is leuk. Maar het is vandaag, dus namelijk dinsdag 14 juni 2022. En het is 10 voor 11. Ja. En wie is er ook weer gezellig? Ja, je kunt het alweer raden. Ja, inderdaad. Heel veel kijkplezier op deze gloednieuwe vlog. Kijk, dat zeg ik. Dat is Laura. Die is zo gezellig. Laura. Hi, beauty. Hi, lovely. Die zijn er ook. Hè, lof? Ja, het is buiten ook weer zo warm ook. Ja. Ja. Jullie moeten er ook nog uit. Ja, dan heb je maar even geduld. Zometeen. Straks. Ja, straks. Oh, gaat hij weer goed? Gaat hij? Nou ja, dan ben je weer aan het gulzigen en met eten. Ja. Ja? Moet je ook niet zo gulzig wezen met eten? Nee, je bent weer te gulzig. En dan ga je vanaf hier eten. Ken jou? Ja, dat zeg ik. Wat ga je nou doen? Ga je naar beneden? Kom maar. Hai, kind. Krijg kusjes. Ja, en jullie krijgen wel aandacht, hè? Ja. Ja, en kusjes. Ja, jullie wel, hè? Ja. Jullie wel, hè? Ja. Niet, hè? Zielig, hè? Ja, ze zijn ook zo zielig, hè? Zielig zijn jullie, hè? Ja. Zielig. Hè? Nou. Ja, kom maar. Kijk, let tante Laura eens, hè? Ga aandacht vragen dan. Snel. Nee, tuurlijk niet. Snel, kind. Oh. Poepedoepie. Ga je bal pakken? Ga je bal pakken? Hè? Poepie? Hoppakee. Ja, tante Laura is er, ja. Gek, joe. Maar hey Lau, even een vraag. Hoe vind je deze trouwens? Oh, nee, wat grappig. Ja, grappig hè? Dat dacht ik al. Zo, nou, Lau is even nog bezig met stilzwijgen. Ja, daar is Lau nog lekker mee bezig. Helemaal top. Kijk. Peace! Hij schat. Dus ik moet zo even Roodbakken bellen, sowieso. Ja. En als Lau... Ja, moet ik even kijken hoe ik dat ga doen. Maar dat komt wel goed. Ja, alles komt goed. Hè, Lau? Ja, hè? Alles komt goed toch, schat? Ja, dat dacht ik al. En ik ben nog steeds blij met deze topje. Echt waar, serieus. Echt heerlijk. Oké. Ja, ik moest even wat bekijken, jongens. Ik moest even kijken of ik die map eventjes weer in een andere map kan doen. En dat kan dus. Dus dat gaan we even maar doen vanzelf. Want ik moet nog steeds thumbnails maken voor jullie. Ja, ik moet nog steeds thumbnails maken. En deze map wordt ook steeds voller. Ja, vind ik niet eens heel fijn, maar oké. Ik ben lekker bezig, zeg maar. Ja, kijk. Hartstikke mooi. En dan moet ik deze maken. Ja. Dus dat ga ik ook doen. En ik ga Ro gewoon alvast wakker bellen. Ja. Soms word ik moe van Ro, maar dat is bekend bij jullie. Ik wil hem wat uitleggen over de autosleutel.
Ja, maar ik hoef geen uitleg. Zeg ik toch ook. Nee. Wacht wel eventjes. Kijk, komt er aan. Zeg, daar komt hij alweer aan. Nou, ik pak even de autosleutel. Want we hebben dus een hele mooie autosleutel, zoals je kan zien. Nou, er zijn dus drie knopjes. De bovenste, dat is om dicht te doen. Onderste is omlaag. Oh, omlaag, ja hoor. Om dus, open te doen. En de middelste, dat is dus even de kofferbak open te doen. Ja. Wat ik dus al zeg, ik wil het uitleggen, Harro, iets. Maar ik krijg daar de kans niet voor. Nee, dat meneer dat niet nodig vindt, zeg maar. Ja, dat vond meneer dus niet nodig. Nou, dan kan ik hem open. Dus, en dat doe ik dan met deze. Kijk, oké, schat. Ik wil het je even nu laten zien. Kijk, hij is dus nu open, hè? Ja? Even geduld, even geduld. Dan heb ik hier dus de sleutel. Dan doe ik hem hier op slot, zeg maar. Ja. Dan gaan de spiegels ook zo meteen in, hoop ik, denk ik, zo. Ja, meer langer dan lekker. Is dat zo? Ja. Ja, mooi. En dan heb ik hier dus die middelste knopje. Ja, voor de achterbak. Dat is inderdaad even de achterbak, maar dan gaat die gewoon zo houden. En dan als je dit open wil doen, is die gewoon nog dicht. En net, en dat we hier weggingen, had ik hem ook al op slot. En jij doet hem weer open, daarom had ik zoiets van, dat hoeft helemaal niet. Nou, en dat wou ik dus jou laten zien, ja? Ja. Eikelintje, toch? Wat je wil. Nou, doe lief. Zeg wat je wil. Nee, eikelintje, toch? En wat was ik altijd voor je, bij jou? Als jij dat wilde, ben je dan. Nee, ik zeg het tegen jou, eikelintje. Wat wil je dan zijn? Een eikel. Een eikel? Ja, en dan nog gaan vangen. Heb je zelf gevangen. Dus hoe zei je dat? Voor mijn poverdex. Een eikel? Een eikel. Oh, waarom een eikel? Dat is leuk. Oh, is dat leuk? Ja, is goed. Ja, ja, wauw. Top, helemaal huis. Ja, daarom juist. Het is allemaal als je het rijden bent. Ja. Oh, heerlijk. Ja. Wauw. En dan gaat hij weer zelf op slot. Helemaal open. En dat moet je zelf toch ook instellen, of ja, toch? Ja, dat moet je instellen dat je dat doet. Mooi, top. En je kan instellen of alleen knopje indrukken. Bestuurderszijde open of alles open. Ja. Of alles dicht. Nee. Knopje drukken, alles gaat dicht. Knopje nog een keertje drukken, dan gaat alles weer open. Of alleen je bestuurder. Ja, oké. Dus anders als je alleen bent, ja, dan druk je het open, dan kan je instappen. Dus dat niet gauw iemand anders staan aan de andere kant in. Nee, dat is waar. Dat is helemaal waar. Zo, dat is een mooie verlichting. Anders als je schoonmoeder mee wil, kan dat niet. Nee, maar mee even wachten. Ja, dus inderdaad dan even wachten, ja. Maar als je dan twee keer drukt, dan gaat wel alles open. Maar het is wat je wil natuurlijk. Je kan ook zonder batterijtje drukken, dan werkt alles lekker dicht. Dat is helemaal veilig. Ga je er ook niet in. Oh, nou en bedankt, hé. Hey. Wauw, en bedankt. Precies. Ja, precies dat. Dan heeft nog niemand erin. Nee, precies. Wauw. Wauw. Het is wel weer mooi weer. Ja. Wat gaan we hier nou weer doen? Op en op de weg fietsen, serieus? Kijk uit. Wat? Kijk uit. Goed zo, open. Moet daar weer een fietspad op duiken. Ja, maar het is hier gewoon niet goed en gedaan. Er is daar geen fietspad van. Nee! Het is gewoon niet slim over nagedacht. Met de fiets aan de hand, dat mag. Ja, maar het is gewoon niet slim over nagedacht. Maar het is verboden voor fietsen hier. Je mag niet hier fietsen, je moet op het fietspad fietsen. Ja, maar als er geen fietspad is. Je moet met de fiets aan de hand lopen over het wandelpad. Nee, daar komen ze weer. Toch fietsen over het voetpad. Ja, en opa en die rijdt over het fietspad. Ja, ja. Opa, wel, maar oma niet. En dan met z'n tweeën over de rijbaan rijden, wat alleen voor auto's is. Dat is ook handig. Ja, dat is handig, hè? Ja. Dag, opa en oma. Dag. Toch wachten. Ja.
Dat is toch handig? Als je nou gewoon waar gaan lopen met de fiets aan de hand, was je even snel geweest. Ja. Dat is ook handig. Richting aangeven misschien? En dit is een Volvo, joh. Oh, dan hoeft dat niet. Nee. Want ik zie het namelijk aan de bouw, zeg maar, van de auto. Dat is ook niet een Volvo. Hè? Huh? Hoeveel auto's zien er zo uit? Nee, Volvo's. Ja, daarom juist. Zie het aan de bouw. Aan de vorm kan je het al zien. Ja. En een mooie cameraatje achter. Zie je hem? Heel mooi. Zie je hem? In dit ding. Ja. Een heel klein vierkantje, is grappig dit. Ja. Als je ook een camera vooruit heeft, kun je zien waar je rijdt. Dat is ook handig. Ja. Ik zal nog trouwens even kijken naar wat mijn liefdallige zwager heeft gezegd. Zeg maar, om het zo maar even te zeggen. Ik noem even geen namen verder. Hallo? Ja. Ik noem even geen namen, maar geen je weet wel wie en wie ik bedoel. Ik weet dat je je zwager bedoelt. Zonder naam. Over wat hij zei over de deskcam. Ja. Zal ik even gaan zoeken. Ja, dus ik weet het even dat ik dat even ga zoeken. Misschien op debolle.com of zo. Ja, bij Ali. Ja, Ali kan ook. Van de Wegenwacht. Ja, Ali van de Wegenwacht. Maar ik ga wel even checken van wat het beste is. Wat is best? Ja. En misschien dat en dat er wel een bedrijf of zo samen en wil werken, dat hij het zo erin wil knallen, weet ik niet. Ja, tegen meer prijs. Dat weet je niet. Nee, maar tegen meer prijs willen ze het wel doen. Ja, tegen maar. Werken ze samen? Ja, bijvoorbeeld. Ja, ook uit het rijden bijvoorbeeld. Nou, doe normaal, dus lief. Dat kan toch? Dat is ook een samenwerking. Nee. Maar tegen jou. Ja, maar gewoon een samenwerking voor Insta of voor YouTube, schat. Ja, oké. Dat is wat ik bedoel. Ja, dus krijg je kwartier op de toeslag. Ja, precies daarom. Eén houden, twee betalen. Niet goed geld, niet goed geld. Oké, daar staat een berger. Een knippertje. Ja, met twee auto's nog wel. Eentje erop en eentje erachter. Ja, die achterste is niet helemaal goed. Weet je niet. De voorste is helemaal niet goed. Hij moet die kant op, dus dat kun je heel mooi zien. Valt wel mee hoor, schat. Ik weet niet, daarom. Ga nooit zomaar iets zeggen alsof je het niet weet. Dus. Dus, en maar, want. Ja, en ik krijg zelfs, niet op mijn donder, maar. Heb je bliksem? Nee, ook niet. Niet, allemaal niet. Dat je niet krijgt. In zo'n smart en wil je toch niet rijden? Jawel, dat is goed, dat is slim. De Rijk. Nee, en ik ben rijk, want ik rij en bij de Rijk nat. Ja, bij het Rijk. Ja. Met Willem-Alexander ook. Ja, precies dat. Moet kijken wat hij in ieder geval is. Hij is koning geworden. Ja, dat klopt. Ja. Onze koning en koningin voormalige, wat is het? Voormalige vorstin. Hè? Voormalige vorstin. Ja, Amalia bedoel ik. De aanstaande vorstin. Dat bedoel ik. Ga ik aan die kant. Alsjeblieft. Ga dan niet in zo'n rij blijven staan. Ik wou net zeggen, goed zo. Even power gebruiken, zeg maar. Ja, maar het staat op de eco-modus, niet op de power-modus. Ja, nou, dan doe je toch lekker even op en op de power-modus, dat is leuk. Ja, dat kan jij doen. Ja, ik weet even niet hoe. Gelukkig maar, ik weet het jou ook wel. Dan moet ik naar... Volkswagen Up was het, toch? Hey, Onrit. Yo! Rit. Nou, het is alweer inmiddels in de avond. Ja. Het is nu, mag ik niet liegen. Het is nu bijna 11:15, zeg maar. Laatste rondje met ze. Lovely. Ja, Cookie. Kijk eens, Cookie. Kom maar, Cookie. Zitten. Zo, wazig. Heel handig, wazig. Zitten. Zachtjes.
Dankjewel. Ja, en jij loopt ook gewoon nu lekker door? Jonge dame, dankjewel. En toen stond ik even ergens anders. Ja, bij de lift. Wat zou dat betekenen? Dat ik eens even naar mijn eigen mannetje toe ga. Want hij loopt er alweer heel vroeg uit. Maar hij wou me nog even zien. Oh, vind ik zo lief. Dus, ik ga dus even nu naar Roodhoes, zeg maar. En ja, hij wil me gewoon nog even graag zien. Dus ja, waarom niet, weet je. Hij is er altijd voor mij en dan komt hij ook altijd bij mij. En nou kom ik even een keer lekker naar hem toe. Moet kunnen, joh, hè? Oh, dat vind ik echt zo lief. Lief. Ik praat weer te snel, maar het maakt niet uit. Maar we zijn er bijna, ja. Ja, daar zijn we. Ja, en toen stond ik weer in de lift. Ja, naar beneden. Ja, en dan ga ik zo lekker naar huis. Ja, dat nog. Dus ja. Oh, die vond het fijn. En hij vroeg eventjes of ik nog op zijn rug wou kriebelen, krabbelen. Heb ik gedaan. Toen is hij zo in slaap gevallen. Dus ik heb hem lekker even toegedekt. En nou is hij lekker aan het slapen. Want over 5 uurtjes en gaat ze wekken weer. Het is nu 11:55. Dus kan je nagaan. Dus ja. Het is nog geen 9 uur rust, maar oké, maakt niet uit. Dus ja, ik ben weer buiten en ik ga lekker naar huis. Ja, ik lig weer op bed. En dit is een hele korte vlog, denk ik, zo uit mijn hoofd te denken. Maar dat maakt niet uit, ik heb wel weer een vlog voor jullie gemaakt. Dus vind je deze vlog nog leuk, doe dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren hier beneden. Doe het belletje aan. En laat dan even gelijk een leuke reactie achter. En dan zeg ik dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao.